Dames en heren, welkom bij het Raffi-monument die wij en onze groep 7 voorbereid. Wij komen van basisschool De Hoeksteen. En wij hebben met onze groep deze herdenking voorbereid. We hopen dat jullie respectvol en met aandacht naar ons luisteren. De oorlog opnieuw, vluchtelingen op de stoep. Ik denk nou wat ik zou doen. Vluchten boven mijn eigen thuis. Is er voor mij een achterhuis? Vluchten, en waar ga ik dan heen? Kan mijn familie mee? Moet ik alleen? Kan ik met mijn vrienden blijven praten? Moet ik echt alles achterlaten? Ik word stil om te staan bij toen en nu. Bij al dat verdriet. Ik wil in vrede leven. Oorlog, dat wil ik niet. Monumenten laten ons zien hoe onze voorouders leefden. De overheid heeft zichzelf de opdracht gegeven dit verleden zichtbaar te houden en door te geven aan de volgende generaties. Het monument van Hekeling is op de plek van onze vliegtuigen die ons proberen te redden. We herdenken de mensen die in de Tweede Wereldoorlog heel hard gestreden hebben. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En op 5 mei vieren we onze vrijheid. Ik ben best wel trots, en het hele gemeentebestuur is best wel trots, dat er een schoolklas in Spijkenisse zoveel aandacht geeft aan dit mooie monument. En het monument voor de 6 gevallen helden in de Tweede Wereldoorlog. En ik moet zeggen, ik vind het echt ontzettend stoer dat jullie dat zelf georganiseerd hebben. Met een beetje hulp van de juf misschien, maar jullie doen het allemaal zelf. Het is natuurlijk best belangrijk om af en toe erbij stil te staan dat we hier in vrijheid kunnen leven, want het lijkt soms vanzelfsprekend, voor ons gelukkig, dat we hier kunnen opgroeien in vrijheid, kunnen leven, kunnen zeggen wat we doen. Daarom vind ik het zo mooi dat De Hoeksteen er elk jaar aandacht aan geeft. En ik heb de afgelopen jaar, want ik heb hier al een keer eerder gestaan, geleerd bijvoorbeeld dat de propeller ook wijst naar de thuisbasis van de 6 piloten die hier zijn omgekomen. Nou, ik had dat niet geweten zonder De Hoeksteen. Hè. Ik wist natuurlijk wel dat het een oorlogsmonument was, maar er zit allerlei symboliek in dit kunstwerk. Dat we ons moeten beseffen dat het heel fijn is dat we in vrijheid kunnen leven. En dat als wij dat zelf allemaal fijn vinden, hè, dat we kunnen zeggen wat we willen, dat we kunnen doen wat we willen, dat we kunnen zijn wie we willen zijn. Dat we dat dan ook een ander moeten gunnen. En dat is denk ik wel een belangrijke les voor de dag van vandaag. Ik leefde niet in oorlog en geweld. Ik ken ook geen angst voor bommen en soldaten of voor verraders die hun land vergaten. Ik weet dat verhalen die men zijn verteld hoe mensen huis en hart moesten verlaten en lang in concentratiekampen zaten door wanhoop en ellende. Ik weet dat velen spoorloos zijn verdwenen. Ze zaten in het verzet of waren Jood. Men weet niet waar of hoe zij zijn gedood. Ik moet wel blijven stilstaan bij diegenen die sneuvelden. De oorlog is voorbij, maar door hun offer is mijn leven vrij. Alles stil voor de mensen die omkwamen door oorlog en geweld. Bedankt groep 6 voor het komen en de tijd nemen om te luisteren. En de wethouder ook, dank u wel.